Mensen, wat is het toch heerlijk om na 60 jaar weer eens gezellig onder elkaar te zitten. Op dit ogenblik zijn we geen oude kerels van 75, maar weer qua jongens onder elkaar. Aldus Jan Fabricius, een van Nederlands meest populaire toneelschrijvers. Fabricius, die sinds jaren in Engeland woont, is voor de viering van zijn 75ste verjaardag naar zijn geboortestad Assen teruggekeerd. En we zien hem hier nu te midden van zijn oude schoolvrienden, die met zijn bewonderaars deze gelegenheid hebben aangegrepen om hem eens flink te huldigen. In het intieme provinciaal museum is een tentoonstelling van zijn werken ingericht, waar de jubilaris zelf vaak voor verrassingen komt te staan. En van zijn bekende toneelstuk Onder één dak, dat evenals vele andere ook in het buitenland gespeeld werd, gaat in het Concerthuis in Assen de première van de Drentse vertaling, waaruit wij een fragment opnamen. Vader! Dat mis. Hij haar heeft aandacht in de vingers. Nee. Vader, blijf vader. Verdomme promes, wat is er van? Ik heb dat film gezien. Hij heeft haar het aandacht in de vingers. Struiken. Daar kan geen meis wat op zijn. Ujjot, kijk, Tim Powell.